Men kan zich hier registreren. Dus organisatoren mogen gebruik maken van onze registratiebalie en van onze videomonitoren voor de branding van het evenement. En aan deze kant kunnen ze de jassen kwijt in de bewaakte garderobe. Ik neem jullie mee naar de foyer. Loop maar met me mee. We zijn nu aangekomen in onze foyer, daar waar de deelnemers en gasten ontvangen worden na binnenkomst voor ontvangst met koffie en thee. Maar waar zij ook de lunch gebruiken, alle pauzes en na afloop bijvoorbeeld de borrel gebruiken. De foyer is heel centraal gelegen en sluit eigenlijk aan op alle zalen en de foyer naar de vergaderzalen. Daarnaast leent de foyer zich ook goed voor als standruimte, voor stands tijdens beurzen. De stands worden dan hier geplaatst rondom door de hele foyer en zijn eigenlijk zichtbaar van alle kanten. Ook van boven en toegankelijk vanaf beneden, zodat alle exposanten goed zichtbaar zijn. En het, door middel van buffetten vormt zich het eigenlijk een natuurlijke routing langs alle stands. We gaan nu eventjes verder naar richting de bar. Loop met me mee. Vanuit hier, de bar is uiteraard de uitgifte van alle drankjes tijdens de pauzes en het ontvangst en uiteraard de borrel. We hebben een duurzaam cateringconcept. Zo hebben we bijvoorbeeld ons eigen tapwater waarmee we waterprojecten ondersteunen in ontwikkelingslanden. Verder is bij ons het cateringaanbod zit verwerkt in ons arrangement. We bieden een 8 of een 4 uurs arrangement waarin we een, ook weer lunch hebben met een duurzaam karakter. En waar we uiteraard rekening houden met alle diëten. En waarbij we zeker ook rekening houden met vegan aanbod en vegetarisch. We vervolgen onze weg naar de blauwe zaal. We zijn nu aangekomen in de blauwe zaal, onze kleinste theaterzaal. Met een prachtig uitzicht hier over de Sloterplas. Een flexibele zaal, omdat we hem inzetten voor congressen, feesten, recepties, kleine diners in combinatie met bijvoorbeeld een presentatie. Tijdens congressen valt ongeveer hier het opzichtscherm naar beneden en kunnen we projecteren met onze opzichtbeamer. Zo'n 2 jaar geleden is deze hele zaal vernieuwd en is overal nieuwe LED-verlichting aangebracht, akoestische panelen, maar ook een flexibele tribune. Op dit moment is deze in, met een druk op de knop kunnen we hem helemaal inschuiven. En wanneer die uit is, hebben we een capaciteit voor 270 personen. En op dit moment hebben we een informele setting gemaakt met inachtneming van de 1,5 meter. Ook om even te testen wat de mogelijkheden zijn. We hebben hier nu een capaciteit voor ongeveer 50 personen gemaakt. We gaan nu door naar de vergaderzalen. Naast onze 2 theaterzalen hebben we ook 10 vergaderzalen, welke gebruikt kunnen worden als breakoutzalen. Allemaal op 1 gang. Dus dat is heel fijn met het wisselen van workshops. De 2 grootste zalen kunnen we 120 personen in theater kwijt. En ik laat nu heel even zaal 2 zien. Die zit in de ronding van het gebouw. We zijn nu aangekomen in zaal 2. Zaal 2 in de ronding van het gebouw. Met een maximale capaciteit van 75 personen in theater. Iedere zaal heeft ook een beamer en scherm of een LCD-scherm om de presentaties te tonen. Welke alle zijn inbegrepen, ook in onze prijzen. We vervolgen nu onze weg weer naar de foyer boven. Volg mij maar. We zijn nu in de foyer boven, grenzend aan de blauwe zaal en de vergaderzalen. Helemaal voorzien van LED-verlichting. Vorig jaar helemaal verbouwd, net als de foyer beneden. Hierboven liggen zelfs ook 300 zonnepanelen, waarvoor we ook een BREEAM-certificaat ontvangen hebben. En we gaan nu door naar de rode zaal. We zijn hier in de rode zaal.
met capaciteit voor 800 personen. Beneden op de begane grond kunnen we 500 personen kwijt. En hierboven is plaats voor 300 personen. Heel geschikt natuurlijk als plenaire zaal voor een congres. Alle techniek is hier in-house, evenals de technici. Alle materiaal wat we hebben en wat ook voor theaterproducties gebruikt wordt. We werken met een doorzichtprojectie, zoals hier te zien is. En alle theatermagie die we tijdens voorstellingen gebruiken, die kunnen we uiteraard ook tijdens congressen gebruiken. En wij sluiten af in de studio's in de Black Room. We zijn nu in de Black Room van Meervaart Studio. Deze ruimte kunnen we ook gebruiken als breakout ruimte. We kunnen hier ongeveer 75 personen in theater kwijt, maar deze ruimte leent zich ook voor ander soort workshops. Daarnaast kunnen we ook de White Room gebruiken, die heeft ongeveer dezelfde oppervlakte. Meervaart Jong en Meervaart Studio zijn onderdeel van onze educatietak, welke wij ondersteunen met de inkomsten van de commerciële verhuur voor zakelijke evenementen. We zijn hierbij tot het einde gekomen van deze rondleiding. Bedankt voor het kijken. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het uiteraard graag. Die beantwoord ik graag en ik hoop u te ontvangen in de Meervaart.